De Voorburgse Frederik Lommen en Beer Visser hebben samen Passionate Nomads opgericht. Vandaag is de lancering van het eerste boek van een reeks. Het heet Zingen van de Indri, geschreven door Beer Visser. Er komen nog vele andere boeken met reisverhalen. En er is een expositie van reishelden. De wereld zou perfect zijn als iedereen kon leven van datgene wat hij leuk vindt. Dat hoorde ik gisteravond de zanger Adamo zeggen in de televisieshow van Yvonnie. In 2007, nu inmiddels al 12 jaar, weer 12 jaar geleden, werkten wij allebei bij de afdeling Strategie, Beleid en Communicatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg. En daarna zijn we pas echt heel erg bevriend geraakt. Doen wat je echt heel erg leuk vindt. Geen Franse chansons zingen, maar reizen. Dus afgelopen najaar bedachten we moeten nog een stap zetten. We moeten verder. Dus we dachten, we willen al die verhalen en die foto's niet alleen op de website zichtbaar maken en delen met mensen, maar we willen dat in boeken vastleggen. En zo werd eigenlijk afgelopen jaarwisseling, net eind december, werd onze uitgeverij Passionate Nomads een feit. Dus daarom leek het ons een leuk idee om onze eerste presentatie te combineren met een reisverhalen-expo. Met korte biografieën van mensen die ons hebben geïnspireerd. Maar ik wil het vandaag met name ook even hebben over een andere reisheldin. Dat is de ballonvaarster Nini Boesman. Dat is... die voer in de jaren 50, 60 en 70 de hele wereld rond in een gasballon. Zij heeft vele wedstrijden gewonnen. Liet alle mannelijke ballonvaarders achter zich en is nog steeds een icoon in de ballonvaart. En last but not least, dat is voor vandaag natuurlijk heel leuk, zij is de zus van mijn opa. Dan het boek natuurlijk, het zingen van de Indri. Dat gaat over mijn reis van 3 maanden door Madagaskar. Dit is een blauwdruk voor onze dwarsdoorreeks. We zijn van plan om elk jaar minstens 2 boeken uit te geven, dwars door een land, stad of streek. Ik ben er heel erg trots op en ik vind het heel erg fijn dat jullie er allemaal mee zijn. We zijn vandaag om het met mij te vieren. Dus proost! Jullie zijn de vriendinnen. Waar kennen jullie Frederik van? Oh, dat gaat best wel heel ver terug, moet ik zeggen. Ik ken Frederik zelfs al vanuit het Limburgse Venlo, vanuit de kleuterschool in Maastricht. Kwamen we eigenlijk langzaam maar zeker weer bij elkaar door het Griekse restaurant. Een erg gezellig restaurant waar ik meteen Frederik gestrikt heb om ook te komen werken. En vervolgens nog 2 andere leuke dames kwamen werken en wij dus als vriendinnen verder onze studententijd bij elkaar hebben verdiend. Volgens mij hoorde ik ook dat het boek over Griekenland gaat. Ja, Frederik is een boek aan het schrijven over Griekenland. Dat komt binnenkort uit, dat wordt het 2e boek. En het is heel leuk, want zij weet heel veel over het land. Zij reist daar en ze vertelt heel veel over de situatie, de politieke situatie. Wat voor type is Frederik eigenlijk? Hartstikke enthousiast. Ik denk dat dat echt is wie Frederik is. Enthousiast. Ze denkt goed na over de dingen die ze doet en zegt. En welk land zullen jullie nog meer naartoe willen nu je haar zo hoort? Nou ja, Madagaskar, hè? En Argentinië. Argentinië, Buenos Aires. Ja, zeker. We zijn wel een lijstje. Ja, we zijn heel nieuwsgierig gemaakt door het nieuwe boek van Beer. Hallo, wie bent u? Ik ben Marja Hubert en ik ben de tante van Berit. Van de schrijfster? Van de schrijfster, ja. En ik ben natuurlijk heel erg trots. Heel erg trots. Zij vertelde over een dame die in een luchtballon had gevaren, noem je dat? Ja. Kent u haar? Ja, ik ken haar zelfs heel erg goed, want zij is de zus van mijn vader. En ik was wel heel erg nauw betrokken met het leven van mijn tante Nini. En heeft Beer ook dingen gemeen? Nou, dat zei ik nou juist ook tegen Hans, mijn man vanavond. Dat het zo bijzonder is dat zij eigenlijk het eerste nichtje is wat zo avontuurlijk is als mijn tante. Verder zijn ze allemaal vrij behoudend. Maar Beer heeft dat eigenlijk echt van haar tante. Ja, maar wel als enig nichtje. Beer Visser, je hebt een boek geschreven. Hoe heet het boek? Het zingen van de Indri. Waarom heb jij over Madagaskar geschreven?
Ik ben vorig jaar 3 maanden door Madagaskar gereisd, in mijn eentje. En nou ja, ik vond het zo boeiend dat het een boek waard was. En reis je altijd alleen? Ja. Ja, als het even kan, reis ik alleen, ja. En zo lang mogelijk. En wat zijn de voordelen van alleen reizen? Dat je precies kan doen wat je zelf wil. Wat was nou het leukste wat je hebt gezien of hebt meegemaakt in Madagaskar? Een paar bijzondere dingen heb ik meegemaakt. Maar wat echt heel bijzonder was, was een reis in een boomkano over de Tsiribirihina rivier. Samen met 2 andere solo-reizigers. We hebben een gids gehuurd en dat kan je niet zomaar in je eentje doen natuurlijk. En ook niet met 3 westerlingen, want je weet bij God niet waar je bent. Maar dat was heel gaaf, want je zit midden in de natuur, je ziet de lemuren, je ziet, nou ja, het is natuurlijk een heel bijzonder land met een bijzondere biodiversiteit, die alleen maar daar voorkomen. Ja, dat was wel heel indrukwekkend. Frederik, wat is Passionate Nomad? Passionate Nomads is een nieuwe uitgeverij die wij in december hebben opgericht. Wij is mijn vriendin Beer Visser en ik. En Passionate Nomads is ook een website die wij sinds 2 jaar hebben. Waar wij heel veel reisverhalen en reisfoto's op posten. Vooral van onze eigen reizen. En wat maakt jullie verhalen in de boeken nou anders dan de geëikte verhalen? Nou, wat wij altijd proberen te doen, als we ergens waren, gingen we altijd op zoek naar onbekende plekken. Waar iedereen rechts afsloeg, sloegen wij links af. Wij keken nooit naar een reisgids, maar ontdekten een stad of een land altijd zelf. En precies dat willen we laten zien op onze website en in onze boeken. Dus net dat andere. Ja. Je hebt al een boek geschreven over wijnen in Griekenland en nu komt er weer een van Griekenland. Wat heb jij met Griekenland? Ik ben al sinds mijn 18e gefascineerd door Griekenland. En dat is ooit begonnen omdat ik een Griekse liefde had. Die Griekse liefde ging uit, maar de liefde voor het land bleef. Maar wat mij met name altijd gefascineerd heeft aan dat land is de dubbele identiteit. Het feit dat Griekenland met 1 been in Europa staat en met 1 been in het oude Ottomaanse Rijk of in de Balkan. En die dubbele identiteit, die zie je eigenlijk overal in terug. Dat zie je terug in het eten, dat zie je terug in de cultuur van de mensen. Dat zie je terug in de politiek. Welke landen wil je nog gaan zien? Alle landen in de wereld. Ik kan eigenlijk geen land bedenken waar ik niet naartoe zou willen.